Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is mijn stem echt heel erg slecht, want ik ben ziek. Maar ik ga toch een mooie video voor jullie maken. En mijn haar zit ook niet helemaal goed. Maar goed, ik moest deze video vandaag maken, want ik heb net nieuwe mieren binnen. Deze video gaat dus eigenlijk weer over mieren, vorige video niet. Toen waren er wel mensen die zeiden van ja, ik wil weer mieren zien. Dus ik heb nu mieren en ik vind ze echt super vet, maar... ik heb ze nog niet gezien. Ik weet wel welke soort het is. Ik heb nu een schaar en ik ga unboxen. Het is niet helemaal unboxen, want het is een envelop. Maar we knippen dit er even uit zo. En dan halen we ze eruit. Even voor de duidelijkheid, ik heb ze dus ook nog niet gezien. Gaat het lopen. Wauw. Oké. Dit is Polyhagis. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Dit is Polyhagis divus. Zoals jullie zien zijn ze een beetje goud. En het zijn weefmieren, dus ze gaan ook eieren leggen. En daar komen larven uit. En die larven die spinnen een draad en daarmee maken ze het nest. Sorry, ik ben echt heel ziek. En wat zit er in het tweede buisje? Waarschijnlijk de rest van de kolonie. Ja, ook nog wat werksters. Ik vind het ook echt heel vet dat je echt kan zien dat ze een beetje goud zijn. Ze zijn ook best wel groot, vind ik. Ongeveer de grootte van een Formica werkster. Dus ja, het is niet super groot natuurlijk, maar het is wel echt mooie grootte. En de koningin, die heb ik hier dus ook al gezien, is niet heel erg veel groter dan de werksters. Ik weet niet of jullie dat kunnen spotten. Ja, je ziet er wel duidelijk daar. Dus ze is niet heel veel groter dan de werksters. Ik heb voor deze soort nog niet echt een setup, wat ze moeten zetten waarbij ze een nest kunnen weven. Maar omdat ze nog geen eieren hebben en dus ook nog geen larven, kunnen ze nog niet weven. Dus tot die tijd heb ik hier een kleine setup gemaakt waar ik ze nu gewoon in ga leggen en dan kunnen ze daar even in blijven totdat ze larven hebben. En op het moment dat ze larven hebben, dan ga ik ze verplaatsen naar een ander nest, een soort terrarium, een hoog terrarium. En dan ga ik kijken of ik ze in een boom kan krijgen. Nou, ik leg de buisjes in de setup, zeg maar. Het is gewoon een action bakje waarbij ik de bovenkant eruit heb geknipt. Daaronder heb ik talkpoeder gedaan. Onder die bovenkant, want er zijn hele goede klimmers, schijnt. Wat ik wel kan begrijpen, want ja, het zijn weefmieren. Dus ze gaan ook dingen aan elkaar vastpakken om te weven. Oh, ik vind ze echt zo vet. Ik hoop ook dat ze heel snel larven gaan krijgen. En dat ze heel snel verder gaan met de kolonie maken. Nou, ze zitten er nu in. Ik heb een aluminiumfolietje om de buis gedaan. Ik ben echt heel erg ziek. Oké, ik ga wat honing hier plaatsen. Jeetje. Zo. En dan maak ik nu een timelapse van of ze de honing gaan vinden. En anders dan gaan we gewoon verder met de video.
In de timelapse zagen jullie dat er op een gegeven moment een mier langskwam met een ander dode mier. En voor mij staan ze er ook al bekend dat ze best wel veel met lijkjes sjouwen van een naar een andere plek. Ik ga niet hetzelfde doen als Ernst Canada, want hij heeft gewoon zijn eigen idee en dat mag hij lekker doen. En ik vind het geen slecht idee, maar ik wil niet hem gaan kopiëren. Maar ik ga wel gewoon ze. Ik ga ze ook niet in een acrylnest doen of zo, want dat schijnt wel te kunnen. Maar ik ga ze wel gewoon zelf een nest laten weven op het moment dat ze larven hebben, want die hebben ze voorlopig nog niet. Dus ik hou ze voorlopig nog hierin. Maar volgende week ga ik al wel het nest een beetje maken, zeg maar. En dan tegen de tijd en de week daarop, dan haal ik de andere mieren allemaal uit winterslaap. En dan tegen de tijd dat deze een nest beginnen te weven, dan gaan ze in het andere nest. En dan hebben we een mooie kolonie. Stem, nee, laat allemaal een mooie naam achter voor deze kolonie in de reactie. Het zijn Polyhargus divus en ze zijn goud. Ze worden ook Black Weaver Ants genoemd, maar ze zijn goud omdat ze achter op hun lichaam hebben ze toch wel wat gouds. Dus bedenk een mooie naam voor de voor deze kolonie en dan volgende week gaan we lekker stemmen welke namen geven. Bedankt voor het kijken. Doei!